Welkom, dit is een nieuwe aflevering van het programma 1 in de naam van Jezus. Trouwens, de eerste aflevering van het programma. In dit programma zullen we dus dan gaan praten over het feit dat Suriname opgedragen is aan de Heere. Dat gebeurde op 21 december 2020 met natuurlijk volledige instemming van de president van de Republiek Suriname. Dat is de heer Chandrika Prasad Santokhi. In deze aflevering zullen we praten met de heer Poelto. Broeder Poelto is geen onbekende in onze samenleving. We weten allemaal dat hij dicht bij de president is. Hij is op dit moment adviseur van de president wanneer het gaat om geestelijke welzijn en arbeid. En vandaag zullen we dus dan uitgebreid met hem praten over deze belangrijke situatie. Broeder Harold Poelto, welkom in onze uitzending. Maar u bent onze eerste gast. Hoe voelt dat aan? Net zoals we het opdragen toen aan de Heer Jezus. Zo voelt het aan. Ja. Suriname is opgedragen aan de Heer. Dat is 21 december. Gebeurd in het paleis. Een geweldige ontwikkeling als je me dat vraagt. En de eerste vraag die in mij opkomt is... Wat betekent dit voor u persoonlijk als adviseur van de president, geestelijk adviseur... Maar wat betekent het ook voor het christendom? Laten we bij het eerste beginnen. Wat betekent het voor u? Voor mij betekent het een missie dat ik in dit leven als christen heb. Dat God eraan heeft gewerkt, niet ik hoor. God heeft eraan gewerkt, mij op de plaats gezet om datgene te helpen doen door de Heilige Geest. Dat het land... werd opgedragen aan de Heer Jezus Christus. En dat is heel stilletjes gebeurd. Vele mensen weten dat niet, Gerald. Maar precies zoals de wederkomst van Christus. Precies zoals toen de Heer Jezus zelf in actie kwam. Wist niemand over de heiland. Het was stilletjes. Maar de Heer heeft zijn missie volbracht. En hij is nu bij de Vader... En hij zegt aan ons, wees het licht, want ik ben het licht. Ik ga tot de Vader en jullie moeten nu het licht zijn in Suriname onder andere. En daarom is het land opgedragen aan de Heer Jezus Christus. Niet slechts omdat de Heer Jezus zijn licht in ons als land gaat schijnen, zodat wij... datgene kunnen doen wat betamelijk is. Waarheid, weg, gerechtigheid, dat weet u. Ja, dat is een... en ik zei bij mijn inleiding dat jullie de volledige instemming gehad van de president van de Republiek Suriname. Hoe gebeurde dat? Dat is voor de verkiezingen. Mm-hmm. Dan had ik hem de vraag gesteld van... voorzitter, toen gaat u het land opdragen aan de Heer Jezus Christus als u president wordt. Hij heeft daarop volmondig ja gezegd en ook de relatie met Israël herstellen. Nou, toen kwam het, God heeft dat gehoord waarschijnlijk, dus niet waarschijnlijk, zeker, God hoort alles, hij is alhorende. En hij heeft toegestemd dat hij president wordt. En het is dan op 21 december een feit geweest om 10:30 in de ochtend precies op het presidentieel paleis. Ja, ja. En hoe was die setting die dag? De setting, net wat u hebt verwacht, de mensen hebben verwacht. Kijk... De Heer Jezus die zegt in zijn woord, wees één, net zoals de Vader, Zoon en de Heilige Geest één is. Nou, voordat ik zijn adviseur werd, geestelijk welzijn en arbeid, heeft de Heer me eigenlijk geleid naar alle districten. Overal, vele gemeenten, vele geestelijke leiders, christelijke leiders, maar ook Hindoe-leiders, moslim-leiders. En ik heb dus kennis met ze gemaakt, dus het was een, laat me zeggen, niet direct een makkie, maar het was heel
makkelijk om ze uit te nodigen. En ik nodigde één persoon per denominatie. En ik kan ze noemen, de denominaties RK, Volle Evangelie, Baptisten, Wesleyanen, Zevendaagse Adventisten, Protestanten, EBG, Luthers. Allemaal hadden we vertegenwoordigers, met andere woorden, alle denominaties in Suriname waren eindelijk bij elkaar. Eén van hart, één van geest. En de vicepresident was er met zijn vrouw, de president was er met zijn vrouw. En we hebben toen onder, als men de video's ziet, met een shofar geblazen, het land opgedragen aan de Heer Jezus. Waarbij wij vergiffenis hebben gevraagd voor alle eigenlijk vreemd vuur. Vreemde, je kan zeggen vreemde offers dat werden gebracht. Zowel aan land als water in de lucht. Toch, vuuroffers. En we hebben vergiffenis gevraagd. En daarbij toen het land opgedragen aan de Heer Jezus Christus. Ja. Velen wilden het meemaken, het kon niet vanwege COVID. Juist. Er was een hele ding hoor. Kijk, het zou eerst op het onafhankelijkheidsplein worden. U weet, deze president die heeft altijd elk jaar sinds hij voorzitter van zijn politieke partij was, eigenlijk mij de opdracht gegeven om kerst te vieren. Nou, dat alles was in Gods missie, kan je zeggen. En dus zijn hart was erbij toen ik zei van, zullen we dan ook op kerst een kerstviering hebben? En dat zou eerder zijn op 18 december. Maar COVID plotseling, woop. En daarvoor was er ook een heibel met de first lady, de meeting met oudjes. Dus dat werd afgeblazen. We hebben toen onze maandagse gebedsdagen gebruikt om dan met, net wat ik zei, de denominaties, één persoon, het land op te dragen aan de Heer Jezus Christus, onder shofar geblazen, alle leiders. En ja, ik kan zeggen, het is toch goed gegaan. Ja. Heel goed. Ja, het is goed. Voor het eerst hoor, echt waar, dit. Ik hoorde bijvoorbeeld van leiders van, boy, hoe is het gelukt? Want we hebben steeds een gouverneur, weet je, Fergie en al die andere christenen. Maar het is niet gelukt. Of het is stilaan toegegaan. Nou, dit was het presidentieel paleis. En wat ik zeg, als je goed kijkt, God heeft in de Bijbel geen geweldige mensen gebruikt. Want, ja, hij gebruikt, hij doet zijn ding plotseling. Ja. Nieuwe dingen. En dat schrik je van, wat is het? En ik zelf, als ik terugdenk, broer Gerald, zeg ik van, slechts genade van hem. Niets van ons. Nog de president hoor, niemand. Jezus Christus wou dat in Suriname zo. Okay. Het is goed gegaan, maar wat betekent het voor het christendom in Suriname, deze gebeurtenis? Zo, en daar begint het dan. Kijk, op 21 december kan je zeggen, als het land wordt opgedragen aan Jezus Christus. Precies zoals ik, Johannes 1 vers 12, toch? Doch allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven. Ik ben dan een nieuw mens in Christus. Zo is het land, toen het werd opgedragen aan de Heer Jezus Christus, is het een nieuw kind. Een nieuw land van in het koninkrijk van God geworden, toch?
En dan moet het land nu opgevoed worden. Van, hé, wat houdt dat in? Wat betekent dat? Natuurlijk kan je zeggen eenvoudig, ja, het land is opgedragen aan de Heer Jezus Christus. Ai, dus Jezus Nabasi. Nee, zo gaat het niet. De Heer Jezus heeft zijn missie gehad. Hij heeft zieken genezen, blinden laten zien, alles. Hij heeft tekenen en wonderen gedaan. En toen zei hij, ik ga heen en ik stuur de Heilige Geest. En die zal jullie te binnen brengen wat je moet doen. En in mijn naam zullen jullie heel wat dingen doen. Nou, het ligt aan ons christenen om nu te gaan onderwijzen, nu te mensen ertoe te bewegen, maar ook te voor te lichten van, hey, en vooral geestelijke leiders in Suriname, dat bedoel ik christelijke leiders, van het land op van Jezus Christus, het land is van Jezus Christus, hij is dus eigenlijk degene die herder van het land, maar hij zegt ook, ik wil door jullie schijnen. Jullie moeten één zijn. Mm-hmm. De ene moet de andere hoger achten dan zichzelf. Heb je naaste lief gelijk jezelf. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Jullie moeten in de waarheid leven, zoals Johannes dat in zijn brieven zegt. De waarheid, gerechtigheid, al die dingen moeten jullie aan de mensen laten zien van christenen zijn, en dat bedoel ik, de geestelijke leiders, de kerkleiders, die moeten hun mensen daar, de schapen, bijbrengen van, hé, hey, als men jou ziet, moet men de waarheid zien, moet men gerechtigheid zien, moet men het licht zien, moet men liefde zien. Ja. Zoals de Heer Jezus bad. Moet men eenheid zien. Moet men geen discriminatie zien. Van Hindustani, Krioro, Ingi. Geen racisme. Wij moeten de Heer Jezus uitdragen. En waardoor de mensen kunnen zeggen, hé, hey, ze zien het, zoals de Heer zei, ze zien het. En ze zeggen, ik verheerlijk de God van hun, ja. En ik wil als hun lijken, ik wil ook kennis maken met die mooie God van ze. Geweldig. Is er een natraject? Is er iets dat nog gedaan zal worden? Wat zou er nog verder moeten gebeuren? Wat verder moet gebeuren, is precies wat ik eerder zei. En u vraagt, wat betekent dat? Nou, wat is het doel van dit alles? Het land is opgedragen. De christenen, en daarom, broeder Gerard, daarom is Shalom gekozen. Mm-hmm. Geen Apinti, geen STVS of wat. Shalom. Waarom Shalom? Het wordt bezien, beluisterd door christenen. Het is onze taak. Jezus sprak tot ons christenen. Hij zei, ik ben het licht. En jullie moeten nu het licht zijn. Hij sprak niet tot de mensen die hem niet kennen. Hij sprak tot mensen die hem kennen. Dus het natraject moet dan zijn, ik geef een aanzet vandaag als, laat me zeggen, visionair. Ja. Maar ook als degene die dicht bij de president zit, toch? Ik heb mijn taken, ik heb gesproken hierover, dit moet gebeuren, dat. Maar het is de taak van christelijke leiders die een volgende keer hier gaan zitten, ja, met jou, ja, om uit te leggen van, hé, hey, wat betekent dat? Wat betekent dat? En bijvoorbeeld een deugd, liefde.
wat betekent liefde. Dus wat we gaan op het volk gaan, het christelijk volk, het volk, de kinderen Gods gaan leren is, hey, laten we de offer die Jezus heeft gebracht aan het kruis, laten we zijn hemelvaart, laten we dat gebed wat hij in de hemel bij de, aan de rechterkant van de Vader doet, laten we dat alles naar gewicht gaan schatten. En laten wij daadwerkelijk datgene gaan doen wat de Heer Jezus verheerlijkt. De Vader, Zoon en de Heilige Geest. En niet zoals, sorry hoor, maar niet zoals het tot nu toe, laat maar zeggen, naar voren is gekomen, toch? Van dat je bijvoorbeeld christenen ziet die ook heel wat scheldwoorden, leugens, letterlijk partijschap, toch? Van die is niet goed, die is beter en die is, noem maar op, bevolkingsgroepen. Nee, wij moeten nogmaals gaan wijzen van, en dat is wat in het natraject moet gebeuren, van dat christenen als ze naar dit programma gaan luisteren, kijken, dat ze, wacht even. Het land is opgedragen aan Jezus Christus. Oh, dat betekent het. Dus wat we tot nu toe deden, was het niet. Want vergist u niet, broer Gerald. Het licht, er is al genoeg licht in de gemeente. Waar moeten we ons licht laten schijnen? Buiten de gemeente. Ja. En daar moeten de mensen zien van, nou man, deze man is een christen. En omdat ik aware ben daarvan, ik ben bewust daarvan, probeer ik naar de deugden, toch? In de liefde, in geduld, toch? De vrucht van de waarheid, het licht, toch? Al die dingen proberen, hoor. Is slechts genade. Dus broer Gerald, we gaan vooral bidden. Dit programma wordt gedragen door gebed. Omdat dit niet iets is van Pastor Poeltu of van Shalom of wie dan ook. Het is een missie wat de Heer ons heeft gegeven. Als het ware, net 3 maanden zit een president van wie we denken van, het land opdragen aan Jezus. Ik denk, Santo Kio doet dat. Maar je ziet, God, boom. En dan komt zo'n programma. Nou, Gebed alleen kan het doen en de Heer zelf. En daarom, als wij dit programma gaan voortzetten, verzoek ik echt vooral de geestelijke leiders, met alle nederigheid, dat we het gaan blijven volgen. Omdat niet ik steeds hier ga zitten, misschien nog een keertje, maar er gaan heel wat geestelijke leiders, christelijke leiders die echt een naam hebben in Suriname, maar ook in het Koninkrijk van God, die gaan hier zitten en luistert u. Laat uw schapen ook meeluisteren, zodat we weten, we hebben de hele tijd inderdaad christendom gehad in Suriname, maar hebben we het echt uitgedragen zoals de Heer Jezus dat heeft bedoeld. En dat is de bedoeling. Dat we het gaan uitdragen
We moeten naar een break, maar voordat we naar die break gaan, zal er nog een evaluatie plaatsvinden, misschien met de president, over het opdragen van het land? Ik denk niet zozeer met hem hoor, want ik zit wel elke maandag met hem in gebed. Dus hij hoort, hij ziet ook. Je zit elke maandag met hem? Dus? Ja, ja, ja. Oh, elke maandag. Dus, en jullie bidden het zo ook? Ja, dus wat hij had voorgesteld hoor, toen we presidentieel paleis, kabinet onder leiding nogmaals van mij, heb ik een aantal mensen getrommeld, een aantal strijders om het te reinigen, weet je. Steeds als je in een nieuw huis of waar komt, een huwelijk of wat, moet je reinigen. En toen zei hij op een bepaald moment van, we gaan elke maandag dit doen. Het was de Heer niet, hé. Het was de Heer niet dat. Het is zijn voorstel dus? Toen. Het is zijn voorstel. Nice. Ik ben iemand, Roer Jarrel, ik wacht op de Heer. Wacht is belangrijk. Laat dingen gebeuren. Als je wacht, je laat dingen gebeuren, dan ga je zien en je bouwt. Je vertrouwt op de Heilige Geest, je bidt, dan gaat Hij dingen regelen. Zoals vandaag wij hier zitten en voor het eerst eigenlijk kunnen praten over het land is opgedragen aan Jezus Christus. Wat betekent dat? Geweldig. We gaan even naar een break. We praten met pastor Harold Pulto in deze aflevering van het programma 1 in de naam van Jezus, waar we dus dan praten over het feit dat Suriname opgedragen is aan de Heer. We zijn er zo. De Stichting Surinaams Bijbelgenootschap is een interkerkelijke christelijke organisatie die de Bijbel vertaalt en distribueert. Ons doel is om de Bijbel in verschillende talen te vertalen en tegen een betaalbare prijs beschikbaar te maken voor de verschillende taalgroepen die in ons land wonen. Zodoende is de Bijbel dan ook dichtbij voor hun. Natuurlijk hebben wij ook voor hen die moeilijk kunnen lezen de Bijbel in audiovorm beschikbaar. In 2016 gaven wij de complete Bijbel in Sranantongo uit en in 2018 gaven wij ook in het Surinaams-Javaans het complete Bijbel af. In 2017 zijn wij begonnen met de Bijbelvertaling in Saramakkaans en in Okaans en in 2019 zijn wij gestart met de Sarnami-Hindi-vertaling. Een Bijbelvertaling komt mede tot stand door het gebed van christelijke medegelovigen en natuurlijk ook door financiële donaties. Bent u misschien nog niet begonnen en wilt u graag meehelpen? Dan wil ik u stimuleren door middel van een Bijbeltekst. Laat me het voor u lezen. Het zegt, iedereen moet zelf besluiten hoeveel hij wil geven. En laat hij dat van harte geven, zonder tegenzin of dwang. God houdt van mensen die met een blij hart geven. Ik ben zeker dat u een blij hart hebt. En u wil zeker ook meehelpen. Daarom vraag ik u om te doneren aan het Surinaams Bijbelgenootschap. Hoe kunt u dat doen? U kunt langslopen aan de Henk Arendstraat nummer 39 of u kunt overmaken op een van de rekeningnummers van de lokale banken. Wilt u meer info? U kunt dan e-mailen naar surfs@sr.net of u kunt ons volgen op sociale media. Dank u wel voor het willen luisteren naar mij. En alvast bedankt namens het Surinaams Bijbelgenootschap voor uw ondersteuning. God zegen. En laatst wil ik u nog zeggen, lees, leef en geef de Bijbel. We zijn er weer. Dit is het programma 1 in Jezus' naam. We praten over het feit dat Suriname opgedragen is aan de Heer en wat dat betekent voor Suriname. Meneer Pulto, tot slot. Yeah. We hebben nog wat minuten voor u. U gaat praten over een van de deugden dat we hebben binnen het christelijk geloof. Welke is die? Er zijn zoveel, maar
Mijn favoriete deugd is liefde. Ja. Omdat als je de liefde niet hebt, heb je niets. Je kan prediken, je kan alles doen, noem maar op. Je kan zelfs profiteren, je kan je lichaam, zeg de Heer, offeren. Het vuur en alles, deert je niks als je de liefde niet hebt. Nou, in zijn hoge priesterlijk gebed zegt hij: rechtvaardige Vader, de wereld kent u niet, maar ik ken u. En deze weten dat gij mij gezonden hebt. En ik heb hun uw naam bekendgemaakt en ik zal hem bekendmaken, opdat de liefde waarmee gij mij lief gehad in hen zij en ik in hen. De liefde, broer, wat je zei, en dat is hem, die basis. Liefde brengt waarheid teweeg. Als je iemand lief hebt, ga je de persoon, precies wat de Heer zei, meer achten, hoger achten dan jezelf. Je gaat de persoon lief hebben gelijk jezelf. Ziet u? Dus de liefde, goddelijke agape liefde, die brengt al die dingen. En bijvoorbeeld een van de dingen is, als je geen liefde hebt voor anderen, zijn je woorden zinloos. Toch? Als je geen liefde hebt voor de anderen, betekent je niet zelf. Al laat God je zijn boodschap bekendmaken. En zo kunnen we doorgaan, maar liefde is geduldig, vriendelijk. Toch? Liefde is niet jaloers. Broer, niet vertellen hoe je, goed je bent. Jezelf niet belangrijk vinden dan een ander. Liefde is een ander niet beledigen. Toch? Wat ik zei van discrimineren. Hey, als ik zou discrimineren, ben beledig je. Ja. Want dan vind ik dat je minder bent dan ik. Mm-hmm. Daarom zeg ik het. Terwijl ik je meer moet achten. Is blij met het goede. En heeft een hekel aan het kwade. Wauw. Hekel aan het kwade. Maar zo is je. Hé, was aan. Als aan no boom, maar het brengt me voordeel op. Dus. U gaat er mee door. Is een genade van God. Is een geschenk van God. En ik accepteer het, Heer. Terwijl als aan no boom. Je begrijpt? Dus dat bedoelt hij hier, Paulus. Verdraagt alles, de liefde verdraagt alles. Door de liefde blijven wij geloven, hopen. De liefde is voor altijd. Ziet u de liefde, dankzij de liefde. Vanmorgen werd ik wakker. En u weet toch dat het al half vijf uur is. Je hoort een paar vogels fluiten. Ze bidden al. Ja. Ze hebben liefde. Er is vreugde in de natuur. Er is rust. Maar zodra wij mensen soms wakker worden, dan begint dat gehebel. En broer, dat is wat de Heer Jezus bedoelt. Het land is aan mij opgedragen. Kinderen Gods, wandel in de liefde. Gelijk. Ik in de liefde heb gewandeld. Gelijk de Vader mij heeft gestuurd door zijn liefde. Om aan het kruis te gaan. Om het beste wat hij had te offeren. Zodat jullie, kinderen Gods, die nu gered zijn, die het eeuwig leven zullen beërven. Straks, dat jullie dan ook anderen, door je handel, je wandel in de liefde, gaat bewijzen van, hé, hey, nou maar, ik wil als die man zijn, ik wil als Gerald zijn, ik wil als Pastor Poel toe zijn. Waarom? Ik zie iets in die man dat goed is. En niet ik zelf kan dat doen. Het is door gebed, door genade, door de Heilige Geest die in mij werkt, waardoor wij dan één zijn. De leiders, geestelijke leiders, de liefde alleen kan ons in Suriname één maken. Want er komt een bepaald moment, Gerald, waar ik door genade in alle sakafasi ga vragen aan de leiders om laten we bij elkaar komen.
Go forget alles aan die psa in de verleden. Ja. Maar laten we één zijn en laten we als een koperen pijl aan een, men noemt het een twang, toch? Mm-hmm. De Satan gezamenlijk één. Toch? Ze waren eendrachtig op de opperkamer. En toen viel de Heilige Geest. Zie je? Als de, alle leiders in de liefde bij elkaar komen en gaan bidden. Hé! Hey! Zullen er grotere zaken gebeuren in Suriname? We moeten afronden, broeder Harold Pulto. We konden verder gaan, maar we zijn aan tijd gebonden. En we vonden het fijn om u te hebben in de uitzending. We kijken uit naar de volgende gasten die gaan komen. En we hopen dat we met dit programma Suriname duidelijk kunnen maken van... dit land is in de handen van Jezus. 100%. Yes. We gaan eruit voor wat deze eerste aflevering betreft. Het programma 1 in de naam van Jezus. Wij bedanken u voor het willen kijken. We willen u graag weer groeten bij een volgende aflevering. Mede namens Marvin achter de camera. Ik ben Gerald Harderwijk. Onze gast was broeder Pulto. Tot een andere keer.